Nou, er zit er nog één. Ik had net weer even wat oud brood. Wat ik zelf echt niet meer eet. Vroeger moest het nog, maar nee. Er allemaal witte sputjes op. Nee, toch? Hoef ik niet. Dus, en die beesten weer wel. En dan zijn we net weer druk. Ja. Maar oké, dan kan de pret niet drukken. Nee, nee. Dat, maar het is weer zondag. En het is, even kijken. Natuurlijk, het is 10 juni. Mijn bril die staat ook trouwens niet op, goed op mijn neus, merk ik. Maar ja. Het is 10 juni. Ik weet niet eens hoe laat het is. Oh, wat erg. 13 uur 23. Maar ik wens jullie allereerst hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja. Ik voel me niet helemaal in orde. Ik ben vanochtend knap ziek geweest. Dat heel erge hoofdpijn. Het is wel wat gezakt, maar wil ik zeggen van ja, ik kan ermee dealen? Nee, nog niet. Ik ben ook niet naar de kerk geweest. Wat ik eigenlijk wel wou, was ook mijn tijd zwakker. Maar het werd het toen niet. Ik denk, ja, ga ik naar de kerk, dan kan ik halverwege alweer weggaan. Moet ook maar niet. Ik kan beter niet gaan. Dus ik ben mooi blijven liggen. Ja. Maar in ieder geval, ik heb mijn eten al weer op. Ik heb nog koffie staan. En dan ga ik de vlog van gisteren naar YouTube brengen. Die is al gemaakt in elkaar, maar ik moet hem nog enkel naar YouTube brengen. Dus ja, en dan zien we wel weer. Oh ja, dan hebben we ook nog op de 50-plussers hebben we nog weer een thema. En die luidt als volgt: zet een foto neer van jouw mooiste of gelukkigste dag van je leven. Nou, dat kan alles wezen, hè. Het hoeft niet specifiek jouw trouwerij te wezen. Het kan ook de geboorte van jouw kind zijn. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Dat, ik ben natuurlijk benieuwd wat daar voor op Facebook wordt geplaatst. Ja, in de groep. Maar dat merken we straks wel. Om 2 uur beginnen we daarmee. Omdat ik dus rekening mee hou met de mensen die naar de kerk willen en daar ook aan mee willen doen. Ik zelf ga normaal ook naar de kerk en nou ja, dan kom je rond een uur of half één uur thuis. Nou, dan wil je wel eerst even ook weer je lunch nuttigen en een bakje koffie doen en even bijkomen van de kerkdienst. Nog misschien er even over napraten als je nog met meerdere mensen in een huis woont. En ja, daarna dan ga je voor Facebook zitten en dan ga je meedoen. Ja, dus daarom rond een uur of twee beginnen we daarmee. Dat ik zou zeggen, word lid en kom er gezellig bij. Ja, is hartstikke leuk. Je mag niet jonger zijn, wel ouder zijn. Dus het is vanaf 50 jaar en ouder. Dan mag je lid worden. Ook heb ik meerdere groepen, zoals de babbelaars. Daar mag je wel lid worden vanaf 18 jaar. En ik heb Steunpunt Nederland, dat is ook voor alle leeftijden. Ik heb condoleanceregister, dat is ook voor alle leeftijden. Ja, niet kleine ukjes natuurlijk, want die hebben daar nog het benul niet van. Maar in ieder geval op het condoleanceregister. Er wordt bijna tot niet gesproken, want die behoort bij Steunpunt. En bij Steunpunt Nederland, daar kan je dan erover praten wat je wilt. En op condoleanceregister, daar behoort rust, ja, en respect te zijn. Zowel voor de overledenen, zowel voor de nabestaanden. Dus ja, en dan heb ik nog, mijn plaatjesparadijs, mijn spiegelparadijs. Momenteel doe ik even niks aan de spiegels, want ja, het is het weer er niet naar om nou een spiegel te gaan maken. En dan moet je ook weer een ingeving hebben. Dus ja, ik ga wel deze spiegel weer met veren doen. Ja, ik heb een heleboel veren gekregen van mijn lieftallige surrogatische crisis. Dus dan ga ik sowieso even met veren werken, maar eventjes time-out. Ik moet eerst die spiegels die boven zijn maar kwijtraken. Ik heb spiegels te koop.
Dus ja, kom naar die spiegelparadijs toe en vraag erom. Ja, dan kan je gewoon om vragen. En degene die ik dan nog heb, die maak ik desnoods weer een foto van. En die geef ik jou dan en dan kun je eruit kiezen. Maar in ieder geval, ik hoop dat het op die manier een beetje lukken wil. En zo niet, nou dan doe ik het hele mikmakkie weer op. Maar ik hoop toch dat ik ga verkopen. Ik heb maar één spiegel verkocht. Ja, dat is niet leuk. Ja, mijn eigen vrienden die ik zelf een dankjewel moest geven, omdat ze zoveel voor mij hadden gedaan. Die hebben het van mij cadeau gekregen. Dus er zit gewoon mijn eigen geld in en die hoeven het niet te betalen. Punt, klaar. Maar het is ook voor cadeaus te geven aan een ander of wat dan ook. Ik ben er klaar mee. Ik heb het gedaan. Ik heb mijn vrienden bedankt voor wat ze bij mij hebben gedaan. Zoveel liefde. Ze hebben me zoveel gesteund in de moeilijke tijden. Nou, dan behoort er een vriend voor je te zijn. En dan zeg ik dankjewel en dan geef ik een geschenk. Wie volgt mij op om je vriend of vriendin dankjewel te zeggen? Als ze zoveel voor jou gedaan hebben. Ja, ga dan een leuke spiegel bestellen bij mij. En geef ze die aan hun. Ja, leuk cadeau, leuk geschenk. Je kunt het zowel als spiegel gebruiken, voor aan de muur. Of aan de kast of in de wc, maar in ieder geval, dat kan. Maar je kunt ook als plateau gebruiken met een kaart erop. Ja, de kaart die komt er ook bij, die hoort bij die spiegel dan. Dus jij bestelt en dan koop ik de boel in. Kost mij dan geld op dat moment. En ja, dan kan ik het maken naar jouw idee, naar jouw stijl. Maar hoeft dat niet en je zegt, nou die spiegel die jij al hebt gemaakt, vind ik super tof. Nou, kan je ook kopen. Ja, die zijn al kant en klaar. Dus, maar in ieder geval lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van je dag. Met Gods zegen zal dat vast en zeker wel lukken. En doe lief voor elkaar en geniet met elkaar. Zeggen, tot later. En dan legt mijn hondje lekker te genieten. En we zijn super laat. Want op de klok is het al 19:10. 19:51, dus dat klopt. Het is nog steeds op zondag, 10 juni. En we moeten nog eten. Wow! Ja, ik heb het zo druk gehad op Facebook. Dat wil je niet weten. Hè? En er gebeurde weer veel. Dan denk je dat je met volwassen mensen hebt te maken. Nou, vergeet het maar. Ze stellen hun aan als een stel kleine kinderen, als een stel pubers. Van ja, wat die kan, dat kan ik ook. Ja, maar die mocht het toch ook? Nee, die mocht het ook niet. Maar dan moet je beter opletten. Daar hebben we ook wat voor gezegd. En die hebben er ook uitgezet voor 3 dagen. Dus, hallo, waar ben je mee bezig? Kom zeg. Maar in ieder geval, wij gaan. Ik zal zo hondje even verzorgen. En dan ga ik mijn prakje uit de koelkast halen. En dan hebben we weer lekker te eten. En dan zullen we zien wat de avond verder brengen zal. Ik had gisteren de vlog met mijn mystery guest had ik in elkaar gezet. Maar dat was niet goed gelukt. Dus moest ik het vandaag opnieuw doen. En die zit nu nog steeds in de videopad op 59,5%. Dus ja, dat is afwachten. En als die klaar is, dan kan die hopelijk wel naar YouTube. En dan zal het beleven. En ja, ik heb vandaag geloof ik nou maar voor de tweede keer aan het filmen. Ik weet het niet meer. Nee, ik ben er niet helemaal bij. Mijn hoofd wil niet echt overgaan. Dat is het zeuren en dat doen. Dus ja, ik hoef vandaag wel denk ik verder geen filmpje in elkaar te zetten. Morgen komt het er gewoon bij en dan zullen we het beleven. Maar in ieder geval, ik ga nou lekker voor mijn hondje zorgen en dan voor mezelf. En dan zeg ik tot straks maar weer. Ik kom vanavond nog wel even weer retour. Nou, goedemorgen. Dit gebeurt me ook niet vaak, zo de dieren erop, de 3. De andere zit achter me. Maar oké, lieve vrienden, het is maandag. Maar ik geef het door
Dank u. Doe maar. Het is vandaag 11 juni. Dat weet ik wel. Het is 10:31. En ik wens jullie allemaal van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Even gelijk wat wegklikken hier al. Zo. En het is dus maandag, zoals ik al zei. Het is prachtig mooi weer op het moment. Ik mag hopen dat het zo gaat blijven. Want vanavond ben ik niet thuis. Morgenavond niet, woensdagavond niet en donderdagavond niet. Ik rijd namelijk mee met mijn scootmobiel de 10 kilometer met de avondvierdaagse. Dus gezellig, ik neem jullie ook mee. Ja, ik zal op deze camera, zowel mijn GoPro camera, alles gaat gewoon mee, mijn mobiel. Dus ja, we zullen het beleven. Ja, gezellig, met z'n allen de avondvierdaagse doen. Ja, enkel wat met mijn GoPro gaat, dat zal ik versneld op laten nemen. Want anders dan duurt het voor jullie ook meer dan een uur. Ja, nee, dat moeten we maar niet hebben, hè? Nee. Maar het komt goed. Ja, dat ook de route. Ik moet straks even de route uit mijn portemonnee vissen. Die moet ik even doornemen. Dat alles bij de hand hebben. Dus ik heb het nog druk, ik moet de vaatwasser nog leeg halen en opruimen en de vaatwasser nog vol doen, want er staat genoeg. Ik ben met een broodje bezig, ik ben met koffie bezig. Dus ja, ik heb genoeg te doen. Nou, hier, ze zitten er nog, de ene zit zich nou te wassen. Ja, leuk hè, en daar zit mijn andere meisje, hè meisje? Ja, jij moet ook even aan je aandacht hebben, nee. Je hebt een troep hier ook. Ja, en toch ben je niet zo lief, hè? Heel tijd weer goed en dan gaat het weer mis met jou met het gesproei. Bah! Stink, vrouwtje, je kon vannacht ook al aan het dweilen. Bah, 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 bah. S'nachts wil ik slapen en niet dweilen. Ja, toch. Maar ja, oké, ik weet niet hoe het komt. Zet van die nukken en dan begint ze te sproeien. Maar oké, ik ga, mijn water gaat koken, dus ik ga ophouden en ik ga gauw aan de gang. Gauw een hapje eten, want ik krijg waarschijnlijk ook straks nog weer bezoek van die mannelijke begeleider. Ik heb hem niet afgebeld, hij heeft mij niet afgebeld, dus we wachten het af. Ik zou zeggen, tot later! Ja, en dan zijn we bij de start van de avondvierdaagse. Het wordt al aardig druk. Zoals jullie hier en daar wel zien. En ik moet dus die kant op. Dus dat ga ik ook. En straks wanneer het echt gaat starten, ga ik mijn GoPro aandoen. Ja, die is nou nog lekker uit. En dan gaan we zo meteen dat aandoen als we gaan starten. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei doei. En nou staan we aan de andere kant en het is daar al best druk in de bocht. Ja, en daar ben ik lekker even doorheen gekacheld langzaam. Heel voorzichtig voor de kindertjes. En we gaan dus die kant op. En de menige een die wou weten hoe mijn scootmobiel eruit zag. Nou, dat is mijn scootmobiel dus. Dat, dankzij mijn mannetje staat dat erop. Amazing woman. En wauw, wat zie jij er lekker uit. Nou ja, dat vond hij van mij. En dit is mijn route. Die krijg ik nou eventjes niet omgedraaid. Ja, kan er ook niks aan doen. Maar dit is mijn route. Glimt nou lekker. Dus ja, heb ik nou nog niet nodig. En bloemetjes ervoor langs. Ik heb een vrouwelijke kar. Vlaggetjes. Oranje gaat voor veiligheid. Friesland. Nou, daar heb ik wat mee. Ja. Daar woonde mijn... daar kwam mijn liefhebber, dus stiefvader vandaan. Nou ja, de Nederlandse vlag niet vergeten. Hij zit helemaal eromheen gewikkeld. En dit. Daar gaat mijn mannetje wat mee. Vlieland. Ja, de kleuren van Vlieland. Hoe dat luidde, dat opzegversje, ik weet het niet. Het had te maken met groen is het
is het halm, wit is het zand. Dat zijn de kleuren van Vlieland. Dus ja, zo van die doende, daar was mijn mannetje gek op. En wou je ook op de vlog? Ik vlog, hè? Of ik erop, want ik moet er niet op. Ja, ik vlog, dan moet je niet aan deze kant komen, hè? Nou, oh, kom je erop. Nou, ook. Je camera. Wel, nee, lieve. Ik heb hier ook nog een GoPro, die gaat straks ook aan. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, we zien elkaar straks wel weer. En ja, ik weet niet of ik tussendoor de tijd heb om eventjes te vloggen met deze camera. Want ja, ik moet wel opschieten, hè. Ik moet met de stroom mee. Misschien dat ik ze in kan halen, et cetera, hier en daar, want ik rij op de weg. Ik neem zo min mogelijk de stoepen, maar ik moet ook weten waar ik ben. Ja, en herken je stad is het dan. Ik weet een paar straten, maar omdat je er nooit niet altijd komt, vergeet je ze ook weer. Dus ja, dat is afwachten. Kijk, er zijn straten die ik wel weet. Er zijn straten, daar kom je nooit. En je komt er één keer in het jaar met de avondvierdaagse. Nou, dat onthoud je niet hoor. Ik niet. We moeten straks in ieder geval die kant op. Ja, ik mag door die hekken heen. De rest gaat over de stoep wat niet mobiel is voor ik. Dus de lopers. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, komt goed.
Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik hoop dat jullie van de rit hebben genoten. Ik weet wel, op een gegeven moment wordt de batterij van mijn GoPro leeg. En dat was in een straat dat ik dat merkte, waar ik van de lieve mensen naar het toilet mocht. En daar heb ik toen weer een andere batterij in gedaan. Dus waar die exact is gestopt, dat weet ik op dit moment dus niet, nee. Maar dat zien we wel wanneer ik hem in elkaar zet, ja. Maar oké, ik ben blij dat ik weer thuis ben. De eerste 10 kilometer zit erop. Ik ben gebroken, ik ben gesloopt, ik heb pijn in mijn rug. Had ik al, maar het is erger nu. Ja, jullie hebben het wel gemerkt. Hobbelde, hobbelde, hobbel. Ja. Ze mogen wat dat aan gaat wel echt aan de gang gaan van de gemeente om dat te verbeteren, ja. Want dat is echt niet leuk meer. Maar oké, ik ben blij dat ik thuis ben. En mijn hondje is ook blij dat ik er weer ben. Hé, Janno? Ja, zo kan ik zeggen. Ik weet ook dat Karin mij geprobeerd heeft te bereiken, maar ik reed op de dijk dat ding overging. En daar was het koud. Ik was blij dat ik mijn winterjas aan had. Ja, mijn winterjackie. Ja, het was echt gemeen koud daar. En hier ga ik de deur weer open. Maar in ieder geval, ik zal kijken wat zij wil, wat ze wou. Zometeen GTS thee en zometeen eten en een bakje koffie. En dan zien we wel weer wat de avond ons brengen gaat. Ik zal nu zeggen, lieve vrienden, een gezegende avond. Geniet van elkaar, geniet van hetgeen wat je doen gaat. Verlaat wel rustig slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard gezond op en met Godzegen zal dat vast en wel zeker lukken. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!